De Oude Doos is een Facebookpagina gemaakt in de stad, waarop elke dag foto's van het Groningen van vroeger worden gepubliceerd. De pagina is populair, met in 5 jaar tijd al ruim 18.000 volgers. Gistermiddag werd in Dot op het Ebbingenkwartier het eerste jubileum gevierd, met optredens van Lau Leeuw en Band, Bert Hadders, Dalmoor en Soul Train. Ook maakte de beheerder van de Oude Doos zich eindelijk bekend. Mijn naam is Steki Buysink en ik ben dus de Oude Doos. Niet letterlijk natuurlijk. Een hele bijzondere bezoeker is natuurlijk Anna Bain Tonelli. Of Tonelli Bain uit Italië, die speciaal uit Italië is overgevlogen. Ze wist niet dat ik de Oude Doos was, ben, maar zij is al heel lang een oude Facebook-vriend van mij. En ik ben gewoon een paar dagen eerder gekomen om dit mee te maken. Van dit wou ik gewoon niet missen. Waarom? Omdat ik 1000% Groningse ben en trots op Groningen ben. En ik ben gek met de Oude Doos en dat blijkt dus nou mijn vriendin te zijn. En dat was een enorme verrassing. Ik ben dus al jaren lid van de Oude Doos. En er komen dus allemaal prachtige dingen. Ik woon dus niet meer in Groningen. Maar ja, Groningen blijft natuurlijk toch je stad. En er komen er zoveel leuke plaatjes op. Daar reageer ik op. Van de week kwam toevallig Café Raven. Heb ik mijn man ontmoet. Ik ben wel intussen weduwe. Maar dat doet je dan. Dan gaat je hart wel even sneller kloppen. Hè? Daar heb ik hem 55 jaar geleden ontmoet. We zijn al 4-5 jaar bezig om een foto te pakken te krijgen van de Rode Weeshuisstraat. Daar is mijn zus geboren en zelfs het gemeentearchief. Nergens is een foto van de Rode Weeshuis te krijgen. En de Rode Weeshuisstraat, die huisjes staan er nog, maar het is waar nu de Aldi is gevestigd. Daar zoeken wij een foto van. Nou, misschien hebben we succes. Mijn persoonlijke ervaring met de jaren 70 in Groningen is dat ik eerst op de academie zat. Daarna in de BKR geraakte. Toen een belastingschuld kreeg en toen werd ik taxichauffeur tot 1983. Dus breek mij de bek niet open. De smoke van twee sigaretten naast de licht van schemelaar. De swiswas van de nylons over een gladde hondenplein. Maar ik ervaar het als een geweldige middag. Want ik zie heel veel bekende gezichten. Ik ken hun dus wel, maar zij kennen mij dus niet. Ik hoop dat ze mij niet een oude doos vinden. Want ik voel me geen oude doos. Ik ben het wel een beetje, maar goed. De meeste mensen waren blij verrast. Hadden nooit gedacht dat er een vrouw achter zat. Want ik heb net gesproken met verschillende mensen. Die dachten allemaal dat er een man achter zat. Toekomstplannen. Ik probeer wel op dezelfde voet voor te gaan, maar misschien iets minder foto's per week plaatsen. Misschien 3 keer in de week de foto's plaatsen. Mensen mogen meer ook oproepjes of foto's naar mijn e-mailadres sturen. Het e-mailadres is deoudedoos@gmail.com.